Het Wiegens College vergadert woensdagavond over de herinrichting van het Oosterpark. Wethouder Paul Loermans mag dan uitleggen hoe hij de plannen voor zich ziet. Tot de plannen behoren onder meer de aanleg van een struinpad langs het Wiegensmeer en het plaatsen van een skatebaan en een voetbalkooi. En juist daar is Dassen-woordvoerder Theo Heesen helemaal niet blij mee. Op die plaatsen leven namelijk nu dassen en een bever. En met de gemeentelijke plannen komt de leefomgeving van deze dieren in gevaar, aldus Heesen. Omdat bekend is dat er op deze plek dassen leven, is het verplicht een effectenonderzoek uit te laten voeren. Dat is gebeurd, maar het onderzoek is volgens organisatie Das en Boom erg gebrekkig en incompleet. Begin 2019 moet gestart worden met de bouw van het winkelcentrum in Nijmegen-Noord. Wethouder Bert Veldhuis gaat alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die startdatum gehaald wordt. In 2013 werd door de wethouder van destijds, Jan van der Meer, al toegezegd dat achter het nieuwe station Lent een winkelcentrum zou komen. Toen zou er een jaar later een bouwplan liggen. Opvolger Bert Veldhuis dacht daar echter anders over, omdat de omgeving ook op het winkelcentrum afgestemd moest worden. Bewoners van Lent vroegen in de afgelopen jaren regelmatig wanneer het winkelcentrum gebouwd zou gaan worden. En nu blijkt dat het in 2019 dan eindelijk zover is. Sinterklaas is het lamp nog niet uit of alle winkeliers halen de mijters uit de etalage en plaatsen er kerstballen voor terug. Daarmee is het centrum van Nijmegen in één dag veranderd van Sinterklaassfeer in kerststemming. Er is op het moment geen juridische basis voor de provincie Gelderland om een subsidie te verlenen voor de aanleg van de Dorpersingel Oost. Dat meldt het Nijmeegse College. Daarom blijft men wel in gesprek, maar wordt er geen definitieve aanvraag ingediend. Maar ontbreekt die juridische basis inderdaad. Statenlid Frederik Peters van de VVD verbaast zich over de conclusie van het college en denkt dat ze bij het verkeerde loket aanklopt. Wethouder Tiemens zou diverse malen aangeklopt hebben bij het loket mobiliteit en daar is inderdaad geen budget beschikbaar. Maar het plan voor de Dorpersingel zou passen in de portefeuille gebiedsopgave. De gemeentes Nijmegen en Lingewaard moeten dan wel gezamenlijk het initiatief nemen om de provincie te overtuigen. Peters vindt dat de houding van de gemeentes op dit moment echter niet overtuigt van de wil om de Dorpersingel te realiseren.